Dennis vuurde op in de vierde divisie. Ja, klopt. Hoe was het? Nou ja, eigenlijk een vuurde op die we niet zo hadden gehoopt. Maar goed, het is wat het is. Je speelt tegen een ploeg die uitspreekt om voor de bovenste plekken te gaan. Ja, en voor ons is het even zoeken. Dus al met al, ja, oké, prima zo. Wat was het verschil uiteindelijk op het veld? Ik denk individuele kwaliteit. Eerste helft hebben wij heel verdedigend gespeeld. Omdat we wisten natuurlijk dat ze een goede ploeg hadden. Nou, dan kom je 1-0 achter en dan moet je wat doen. Dan kom je gelukkig terug. En uiteindelijk maken we met een fantastische goal de 2-1. Ja, en dan ga je eigenlijk alles of niks spelen. En normaal gesproken doe je dat lange ballen snel thuis. Ja, in deze divisie moet je toch iets anders brengen. En dat hebben we geprobeerd. We creëren nog een paar goede kansen, maar helaas gaan die er niet in. Ik had wel het idee dat jullie nog wel het gevoel hadden dat het er wel degelijk in zat op het laatst. Ja, maar ik had ook niet het gevoel dat de jongens echt neergeslagen waren. Ze bleven ervoor knokken. De wissels die brachten ook gewoon iets extra's. Ja, hij wilde gewoon niet in. En dan voetballend het verschil. Is dat gewoon omdat zij dan misschien nog net een stapje verder zijn? Ja, ik denk sowieso dat Roda een club is die altijd al verder is als MHSV. En dat is ook helemaal niet erg. Onze jongens, de meeste komen van lage klasse en die spelen ineens vierde divisie. Dus die moeten ook nog even wennen. Maar goed, de leerschool die is hard en gaat heel snel. En ik denk wel dat wij hier bovenop komen. Zeg maar. Je zegt leerschool. Is het daadwerkelijk, die eerste wedstrijd is ook echt een leerschool, denk ik, voor jullie of niet? Ja, je zag de eerste helft dat jongens echt een beetje schrik in de benen hadden. Moeite hadden om de taken te volbrengen. Ja, dat ging op een gegeven moment ging dat wat beter. En ze kwamen steeds beter in de wedstrijd. Ja, en dan zie je ook dat wij gewoon hun tegenstand kunnen bieden op een goede manier. Volgende week naar Scherpenzeel, die hebben best wel een aardige uitslag neergezet. Daar gaan ook best wel goede verhalen over. Ja, maar dat is ook een ploeg die graag kampioen wil worden en ook die ambities uitspreekt. Kijk, en dat doen wij niet, daar zijn we niet aan toe. Wij moeten gewoon zorgen dat we punten sprokkelen en dat doen we op zo goed mogelijke manier met de bijbehorende tactieken. En dan moet je hopen dat die goed valt. Heb je een beetje een positie waar je wilt eindigen aan het einde van de rit? Ja, in ieder geval, we willen niet degraderen, nee. Laat ik het zo zeggen. Maar je hebt niet een idee van, goh, we moeten de subtop, middenmoot. Nee, we hebben echt uitgesproken dat we willen handhaven dit seizoen. En alles wat meer komt, dat is mooi meegenomen. Maar vooralsnog, als ik kijk naar de ploegen die we in de competitie hebben, moeten we heel reëel zijn en moeten we blij zijn als we gewoon handhaven. Nog even naar iets anders. Je hebt een best wel grote selectie, 3 trainers. Hoe is dat allemaal te managen voor jou? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk met Tim heb ik een prima trainer naast me staan. En we managen elkaar en we managen het team. Ah, dat loopt eigenlijk voor vanzelf. Dus eigenlijk is het wel prima voor elkaar momenteel? Ja, we hebben het hartstikke goed voor elkaar. Dus de staf is prima met elkaar. En ook de oefenstof is prima voor de jongens. Dus wat dat betreft doen we ons best. De feestjes na afloop blijven ook voorlopig? Ik geloof het wel. Als ik de muziek nou hoor, dan denk ik dat de feestjes nog wel even blijven. Ben je daar zelf ook fan van eigenlijk? Of? Ja, op zijn tijd wel. Dus volgende week na afloop misschien? Ja, volgende week na afloop Scherpenzeel dan lekker snel thuis. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel.